Dankjewel Maarten voor deze nieuwe balans van de leefomgeving. Voor de toekomst is nu. En ik ga hem heel goed bestuderen. En we gaan er nog veel over spreken. En normaal gesproken, als we inderdaad in Nieuwsport staan bij de vaste presentaties, dan krijg je zo'n reactie van de minister die vertelt welke onderdelen we ook heel erg ondersteunen en zullen gaan overnemen. En welke we misschien wat minder gevoel bij hebben. Zodat we 2 jaar later je weer op het podium, als je de vraag krijgt, wat hebben ze nou allemaal van overgenomen, dat ook goed kan zeggen. Maar ik wil eigenlijk vanavond anders met u doen, als het mag. Ik wil eigenlijk met een iets andere lens naar onze leefomgeving gaan kijken. Ik wil inzoomen op een specifiek stuk. Namelijk de toekomst van de steden, of de verstedelijking. En waarom? Omdat dat ook een van de grote trends is die wat mij betreft enorm van invloed zullen zijn op onze leefomgeving in de toekomst. Dus ik wil kijken naar hoe onze verstedelijkte leefomgeving er de komende 100 jaar of over 100 jaar uit gaat zien. En ik heb daar natuurlijk helemaal geen pasklaar antwoord op. Want je kunt de toekomst niet voorspellen, maar kan wel verkennen, zoals planbureaus ook doen. En eigenlijk wil ik dat vanavond met u gaan doen. Want als je de toekomst wil gaan verkennen, dan moet je ook even terug naar het verleden. En wat u hier ziet is een plaatje van de stad Keulen. En dit plaatje is gemaakt in het jaar 1900 en dat werd uitgedeeld in de chocoladeblikken van de Hildebrandfabriek. Want men had bedacht, we maken een impressie van hoe Keulen er in het jaar 2000 uit zal gaan zien. En wat u ziet is Keulen, de hele grote kap erboven, een soort klimaatkap. Je houdt alle regen tegen. Dat is natuurlijk goed bedacht, maar of dat nou echt slim is, dat weten we dat niet zo is. Maar wel heel futuristisch. Maar als je kijkt naar de grond, dan is het wel heel interessant. Als je kijkt naar mobiliteit, dan zie je dat we ons nog steeds vervoeren op paarden en trams. En er zit nog zo iets, een soort van wagen, eerste auto zit erbij. Maar ja, eigenlijk heel erg ouderwets. En dat geeft eigenlijk aan hoe moeilijk het is om met je kennis van nu iets te zeggen over wat er over 100 jaar in onze omgeving te zien valt en te doen valt. Ik zat er vanmiddag ook weer aan te denken. Ik weet niet of jullie weten nog wanneer de eerste iPhone kwam. Dat is minder dan 10 jaar geleden, 2007. 1 dag na mijn verjaardag, 29 juni 2007. Ik heb het even opgezocht. En inmiddels heeft de hele wereld zo'n ding en die communiceert daarmee en die kan er van alles op. En dat gaat gewoon ontzettend snel. Dus het is lastig om die toekomst te voorspellen. Maar we hebben er natuurlijk wel al veel over nagedacht. We maken ook veel tekeningen erover, hele futuristische tekeningen. Denk aan de Gebroeders Das. Maar als je dan kijkt, wat is nou eigenlijk allemaal gebeurd? Nou, hier zie je Amsterdam en dan over een paar honderd jaar, dus beginnend in het oude centrum en vervolgens de uitbreiding die er heeft plaatsgevonden. Dat ziet er toch wat minder futuristisch uit dan de plaatjes die we ooit getekend hadden. En natuurlijk is er veel gebeurd, 3 keer zoveel mensen komen wonen in Nederland. In de afgelopen 100 jaar is het aantal inwoners is verdrievoudigd. Maar we zijn toch redelijk traditioneel gegroeid. Dus de wijze waarop we gebouwd hebben is toch gewoon veel ruimte in beslag nemen en redelijk traditioneel. Maar dat kunnen we natuurlijk niet gaan volhouden. Als we weten, wereldwijd zie je de verstedelijking overal plaatsvinden. Ook in Nederland weten we dat tot 2040 75% van de groei in de 4 grote steden gaat plaatsvinden, in en rond de 4 grote steden. Dan kun je niet op deze manier blijven doorgroeien. Dan krijg je gewoon een ruimteprobleem, een fysiek probleem, om dat allemaal te kunnen plaatsen. Ik geloof dat Maarten het al zei, we hebben niet meer van die weilanden over die je dan vervolgens kunt dichtbouwen. En dat zijn ook niet de enige problemen, het ruimtelijk probleem, want steden hebben natuurlijk nog veel meer problemen de komende jaren. En die problemen die zien we nu eigenlijk al. Want uitdaging is bijvoorbeeld dat 1/4 van de vrachtauto's die door het stedelijk gebied rijdt, leeg rondrijdt. We bevoorraden en ze gaan weer leeg terug en er is maar een enkeling waar ook een goede combinatie wordt gemaakt. 85% van de huizen die we nu nog bouwen is afhankelijk van parkeergelegenheid in de omgeving eromheen. Ook dat kun je natuurlijk niet volhouden als je met een verdergaande verstedelijking te maken krijgt. Door online winkelen is 17% van het aantal winkels gedaald. En die afname die betekent leegstand, betekent ook sociale vraagstukken in de buurt waar die leegstand is. En dat zal ook alleen maar verder gaan. Groot vraagstuk waar ik altijd mee bezig ben en waar straks ook nog wel een en ander over verteld wordt, is natuurlijk de stijging van de zeespiegel.
We verwachten de komende eeuw dat die met maximaal 85 centimeter gaat stijgen. En dat gaat ook enorm effect hebben op onze steden, zeker in de Randstad. Als je landt op Schiphol, dan zit je al 5 meter onder NAP. Bij Rotterdam weet je dat de rivieren en de zee bijeenkomen. De rivieren die willen het water zo snel mogelijk afvoeren richting de zee. Maar de zeespiegel gaat ook omhoog. Nou, u kunt zich voorstellen wat er gebeurt als dat allemaal samenkomt in die stad en in dat stedelijk gebied. Maar ook andere zaken. We recyclen steeds meer. We zijn heel goed in hergebruik van ons afval. Maar 22% van ons afval gooien we nog steeds gewoon weg. We verliezen 3 miljard liter drinkwater jaarlijks door lekkages uit waterleidingen. 3 miljard, dat zijn 1200 zwembaden. Spullen. Als ik een boormachine aanschaf, ik denk dat heel veel mensen hier in deze zaal een eigen boormachine hebben. Moet u zich voorstellen hoe vaak u hem dan ongeveer gebruikt. Gemiddeld 12 minuten in uw leven. Stel je voor dat we nu hier in deze zaal met z'n allen een boormachine zouden aanschaffen op kosten van Maarten Haaier. Zelfs dan zouden we hem volgens mij nog steeds een deel van de tijd om minuut laten. En dat geldt natuurlijk voor heel en veel meer spullen. En we gaan de komende decennia ook meer dan de helft meer energie gebruiken. Een heel belangrijk onderwerp. Ik ga er nu niet veel dieper op in, maar waar Maarten natuurlijk ook al zijn zorgen over uitgesproken heeft. En al die vraagstukken komen samen in de steden. Moeten doorklikken ook. Maar gelukkig zie ik ook een heleboel initiatieven die kunnen helpen bij het oplossen van deze vraagstukken. Denk aan initiatieven om lokaal energie, duurzame energie op te wekken. En ik vind dat we als overheid ook moeten inspelen om die initiatieven ook mogelijk te maken. Het bundelen of het delen van data, dat reizen steeds gemakkelijker maakt. Er is steeds meer kennis, steeds meer geavanceerde technieken die we kunnen gebruiken. En een mooi plaatje daarvan is de 3D-printer. En het feit dat Heijmans, de bouwer, inmiddels bezig is om in Amsterdam daar een grachtenpand mee te bouwen. Het is natuurlijk een prachtig idee dat dat soort dingen kunnen. Of, deze kent u wel, de drones. En u denkt, ja, dat is allemaal voor de militairen en misschien kunnen we er later wat mee. Maar in Siberië, het is echt waar, bezorgen ze al pizza's mee op dit moment. In Siberië. Dus ja, het lijkt me dat wij er ook wel iets meer mee kunnen doen in Nederland dan alleen een beetje spioneren. Dan heb je de Uber-app of de Airbnb, die natuurlijk de taximarkt overhoop gooien of de hotelmarkt overhoop gooien. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer zaken. Of zaken die invloed hebben op ruimtegebruik. De iPad-scholen van Steve Jobs of Maurice de Hond. Heb je straks een school nodig of niet? Heb je straks nog ziekenhuizen nodig als je thuis hele geavanceerde, technologisch hoogwaardige zorg kunt krijgen? Kantoren, die discussie heeft natuurlijk al langer. Hebben we nou allemaal kantoren nog nodig? Of gaan we op een andere manier werken, veel meer op gezamenlijke plekken die flexibel zijn? Maar ook op het vlak van mobiliteit. Hier ziet u een rijtje zelfsturende auto's. Ik heb er zelf in één gereden. En straks rijden er van dit soort treintjes op de weg. Het rijden wordt er toch wat minder spannend van, kan ik u vertellen. Maar het zorgt wel voor meer capaciteit op de weg. Het zorgt ervoor dat er minder ongelukken gebeuren, dat er minder opstoppingen zijn. En het heeft dus een enorme invloed op onze mobiliteit. En als we dan ook nog straks allemaal die 3D-printer hebben waar ik net over had, dan hebben we ook die stedelijke distributie misschien niet meer nodig. Dan kunnen we gewoon wat grondstoffen aanleveren aan huis en dan printen we wat we op dat moment nodig hebben. Maar wat betekent dat nou allemaal? Want ik kan nog heel veel van dit soort voorbeelden geven en ook heel veel dilemma's presenteren. Ik denk dat we te maken krijgen met een enorme trendbreuk in de wijze waarop wij onze leefomgeving gaan vormgeven. Er komt meer persoonlijke vrijheid, meer autonomie, dankzij de technologie, dankzij de apps die we hebben. En ik denk dat de veranderingen heel snel zullen gaan. We hebben in het verleden eindeloos geprobeerd om mensen van de auto in de trein te krijgen. En dat is falikant mislukt, want het gedrag dat veranderde niet. En waarom niet? Het was allemaal te complex en te moeilijk. En als de overheid het tegen je zegt, nou ja, dat heeft niet zo heel veel effect. Maar als het straks gemakkelijker wordt voor jou om als je rijdt en te horen te krijgen waar je kan overstappen, dat je kaartje al geregeld is, dat je weet dat de trein of de tram of de andere OV-vorm gewoon voor jou klaarstaat.
ja, dan wordt het anders. Dan gaat er ook meer gebeuren. En ook met zo'n verstedelijk gebied, dan moet dat wel. Want ik zeg altijd, ik kan wel 7 banen om een stad heen aanleggen, zoals ze bij Utrecht dat doen, met de Ring Utrecht. Maar ik kan niet 7 banen een stad inleggen. Dat wil ik ook helemaal niet. Het is een ander type gebied en dan moet je ook op een andere manier je vervoer regelen. En dat is wat er gaat veranderen. En we gaan ook de leefomgeving efficiënter maken. En ongetwijfeld wordt ook de verhouding tussen overheid en burgers anders. En je ziet dat natuurlijk steeds meer al. Zelfbeheer, netwerkmaatschappij. Nou, ik had het al over die lokale energieinitiatieven. En ik denk ook dat het goed is dat die initiatieven ook zo laag mogelijk in de maatschappij neergelegd worden. Dat is ook de reden waarom ik zelf een groot deel van mijn ruimtelijk beleid gedecentraliseerd heb. Omdat het moet daar tot stand komen waar de mensen ook wonen en werken en leven. En waar ze de problemen ook gewoon dagelijks ervaren. En ik zie het ook in mijn eigen omgeving. Nou, ik heb nog met handtekeningen rondgelopen om een strandje bij mij in de buurt te realiseren op een plek waar een pand afgebroken was. Er zijn heel veel andere leidenaren die bezig zijn om een single park om de stad heen te maken. En dat zijn hartstikke leuke initiatieven. Ze gaan snel, er is veel draagvlak en ja, eigenlijk veel leuker dan wanneer het van bovenaf bedacht is. En ja, vooral met een zak met geld gerealiseerd wordt. Die betrokkenheid, die doet het gewoon heel goed. Nou, laten we dan ook eens kijken naar de ruimtelijke consequenties daarvan. En ik pak eerst even verkeer als uitgangspunt. Er was een student mobiliteit van Windesheim, begreep ik. Dus het gaat nu over mobiliteit. Wat gaat er allemaal veranderen? Nou, straks kun je in het verkeer eigenlijk allemaal systemen aan elkaar gaan koppelen. Dus dat is je OV-voorzieningen, je navigatie van je zelfrijdende auto, je fietsvoorziening, je hardloop-app. Je kunt het allemaal koppelen. Maar je kunt ook het vervoer van goederen koppelen. Hè? Dus we hebben de kleinschalige distributie of de drones of de buisleidingen. Maar ook daar zullen de datastromen aan elkaar gekoppeld worden. Nou, en wat kan je dan als je al die systemen met elkaar laat communiceren? Dat maakt het mogelijk dat het verkeer veel vloeiender wordt afgewerkt, moet ik maar zo even zeggen. In het stedelijk gebied. En dan kun je dus ook de straat anders op gaan inrichten. Je kunt je maximum snelheden flexibel regelen. Dan hoef je niet meer die borden te hebben langs de weg waar we dan over klagen of ze duidelijk zijn of niet. Want dat wordt dan in één keer in je auto getoond. Dat maakt het een stuk makkelijker. Maar je kunt ook de buitenruimte van de stad veel beter inrichten. Je hebt meer ruimte voor groen. Je kunt meer functies combineren. En de bushalte, die ziet u daar staan, dat is dat gouden ding. Dat is dan een soort on-demand vervoersbalie geworden. Maar mooi toch? On-demand vervoersbalie. Dat is veel leuker dan bushalte. En dat zijn allemaal geen hele futuristische zaken, want op een heleboel plekken kan het al en is het al mogelijk. We moeten het alleen maar zien te combineren en ook gezamenlijk realiseren. Maar Zoetermeer is bezig met de lussen in de weg voor verkeersafwikkeling. Wij doen dat zelf op de Rijkswegen steeds meer, omdat we daarmee ook het verkeersmanagement kunnen doen. In Assen is men bezig om met TomTom-achtige systemen de inwoners gewoon heel makkelijk door het gebied heen te geleiden. Snelweg de stad, het is er gewoon, het gaat er komen, het duurt niet zo heel erg lang meer. En het wordt dan ook een stuk mooier, is mijn opinie. Betekent ook nog dat je als beheerder van de stad, ik weet niet of er ook stedelijke politici bij zitten, maar dit is dan leuk, want dan heb je ook een soort dashboard heb je dan als beheerder van de stad, kun je natuurlijk ook de stad flexibeler regelen. Je kunt alle informatie hebben over stromen, verkeersstromen in de stad. Je kunt rekening houden met het weer. Je kunt misschien zelfs het verkeer razendsnel aanpassen, omdat de CO2-uitstoot eventjes te hoog is. Zodat je een uurtje even omleidt in een bepaald gebied. En je kunt de ruimte ook veel beter gebruiken voor bijvoorbeeld de opvang van water. Dus door het goed op te vangen, door het weg te leiden. En je kan veel meer slimme functies combineren op een kleine ruimte. Nou, Amsterdam, we hebben het allemaal kunnen zien hoe nat het was deze zomer. Ik zat in het buitenland, ik zag hier allemaal mensen vrolijk op van die matrasjes door de stad heen drijven. Wat overigens ongelooflijk vies is, want er is allemaal rioolwater waar je dan op zit. Maar het zag er wel gezellig uit, maar dat wil je niet al te vaak hebben. En het gaat wel vaker gebeuren, die hevige regenbuien. Dus daar zullen we wel wat op moeten doen. Rotterdam heeft nu een recreatieplein gemaakt van Bentumplein. En op dat plein kun je het hele jaar door recreëren. En als het fout gaat, als er te veel water is, dan is het in één keer een opvangplek. En dat is gewoon hartstikke slim. Dat zijn de ideeën voor de toekomst. Nou, nog een tweede voorbeeld. En dat is zomaar een Nederlandse woonwijk. Want het gaat natuurlijk ook over hoe ga je dan leven, hoe ga je dan wonen. Nou, we gaan straks, ik zei al, meer spullen zelf maken.
We gaan meer delen, het vervoer, misschien zelfs wel je wasmachines of de ruimtes in je huis. En wat we hier probeerden te zeggen is, ja, een deel van de tijd ga je je huis gebruiken voor werk. Een deel van de tijd misschien voor recreatie, want je kunt je huis als gezamenlijke werkplek gebruiken met je buren of collega's. En misschien zelfs als het heel gezellig is, een koffietentje voor de dag ervan maken. Maar het wordt wel anders gebruikt, meer multidimensioneel, meer meervoudig gebruik. En ook de inrichting van de buitenruimte geldt hetzelfde voor. Want als we straks niet meer allemaal een parkeerplek nodig hebben, dan kan je de straat ook voor iets anders gebruiken. Of dat nou een speeltuin is, of groen, of het strandje alsnog. En met slimme meters kun je de stromen in en om het huis zien en beïnvloeden. En heb je stroom over van de zonnepanelen, wat doe je ermee? Ga je terugleveren aan het net? Ga je delen met de buurt? Ga je regenwater opvangen? Zuiveren in je eigen kelder en meteen gebruiken? Of ga je je huis verwarmen met aardwarmte? Of vandaag misschien toch met iets anders, omdat vandaag iets anders duurzamer is? En dat zijn natuurlijk ook weer zaken die je ook weer met de eigen buurtdashboard kunt gaan regelen. Op je tablet of je telefoon, al hebben we die natuurlijk helemaal niet meer over 100 jaar, want dan hebben we al lang wat anders uitgevonden. Maar goed, dat is dan even met mijn beperkte kijk van nu. En daarmee kunnen de bewoners en de gemeente ook de buurt weer beter inrichten voor dat extreme weer. Ik roep het gewoon even, want dat is ook mijn vak. En ik blijf u daar altijd voor waarschuwen. Het gaat komen. Henk Oving gaat er ook nog iets over vertellen straks. Maar het is wel hard nodig dat je flexibele kadermuren kunt opzetten. Dat je de watervoorraad snel kunt wegsluizen en noem maar op. Nou, tot zover over 100 jaar, 2114. Of het allemaal uitkomt, geen idee. Onzekerheid is voor ons natuurlijk allemaal een grote factor. We vermoeden iets, we werken ergens naartoe. We werken eigenlijk langzaam naar dat vermoeden toe. En een begrip als smart cities bijvoorbeeld helpt ons daarbij. Maar ik denk wel dat echt die trendbreuk er komt, want het kan niet anders. We hebben niet meer de ruimte om het op de traditionele manier te doen. En ik hoop ook dat we met z'n allen met die andere blik ook naar die leefomgeving gaan kijken. Dat we niet ook alleen de stad helemaal anders gaan inrichten. Maar een tweede oproep, dat we als we dat doen, meteen dat ook een beetje iconisch doen. Dat we ook iconen achterlaten, die richting bieden, die onze spiegel voorhouden. En ook daar lenen de steden zich natuurlijk het beste voor, omdat daar ook de grootste impact te verwachten is. Daar is ook vaak een grotere autonomie over de eigen omgeving. De relatie tussen bewoners en de gemeente is er bijzonderder. Dus ik verwacht er gewoon veel van. En ik hoop ook dat wij als Rijk veel vrijheid kunnen geven om dat ook mogelijk te maken. Wat is dan mijn rol als minister van Infrastructuur en Milieu? Nou, infrastructuur maakt natuurlijk ook altijd iets mogelijk. Hè. Wij maken met wegen en met spoor en met vaarwegen vervoer en beweging mogelijk. We hebben net de omgevingswet naar de Kamer gestuurd. En daar maken we heel veel ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Volgende week presenteer ik een nieuw deltaplan voor ons land. Dat maakt het voortbestaan van ons land mogelijk, maar biedt ook hele nieuwe economische kansen. En zo kijk ik ook naar ICT, infrastructuur of naar buisleidingen in de grond. Die maken eigenlijk altijd iets mogelijk. Beweging, groei, kwaliteitsvrijheid. En wij hebben de nationale vraagstukken waar we mee bezig zijn, maar ook op lokaal niveau hebben we specifieke vraagstukken. En ook voor mijzelf geldt op nationaal niveau, ook ik wil graag uiteindelijk dan iconen achterlaten als we dan iets gemaakt hebben. Nou, ook daar zal ik nog even een kort voorbeeld van geven. De afsluitdijk, daar moeten we weer aan gaan werken. Die is een beetje verouderd. Hij is 80 jaar oud, hij biedt nog enorme mogelijkheden. En we gaan hem dus opknappen. Maar wat willen we nog meer? We willen tegelijkertijd een icoon van maken voor nieuwe energie. Want je kunt er allemaal proeven doen met windenergie, getijdenenergie. We willen er graag een visrivier doorheen aanleggen. En dat is dat bijzondere werk wat u daar ziet. Zodat er ook weer een natuurlijke vistrek gaat komen. Maar het is ook iets heel moois om te gaan zien. Dus de afsluitdijk was al mooi, maar die kan nog veel mooier worden. Ik heb Daan Rozengaarde gevraagd, wil je alsjeblieft eens naar de afsluitdijk kijken om te kijken of je nog wat fraaier kan maken. Hij moet nog met zijn plannen komen, maar al dat soort dingen zorgen ervoor dat wij uiteindelijk iconen kunnen gaan nalaten die niet alleen nu al mooi zijn, maar ook voor de komende 100 jaar nog bijzonder. En dat doe je ook bij de steden. Dit is het programma Ruimte voor de Rivier. Daar graven we een nieuwe rivier bij Nijmegen en Lent, waar de Waal de ruimte krijgt, zodat we water kunnen opvangen als er te veel is, maar tegelijkertijd ook daartussen kunnen bouwen en eigenlijk een nieuwe blauwe ader kunnen maken die het enerzijds veiliger maakt en anderzijds ruimte biedt voor stedelijk wonen aan het water.
Nikon kan het resultaat zijn van het inslaan van onbekende wegen, van zoeken naar nieuwe oplossingen en vooral van wilskracht en durf, soms tegen de realiteit in. Er was geen geld of geen draagvlak of geen scenario. En vaak zijn bestuurders ook geneigd om uit de weg te gaan, want het is altijd een beetje eng om grootse dingen te realiseren. Maar uiteindelijk denk ik dat we ook een bestuurlijke trendbreuk nodig hebben. En wat we maar gaan maken, dat moet echt toekomstbestendig zijn, moet ook iconisch zijn en moet gewoon de toekomst bedienen. En bij planbureaus, om dan maar daar bijna bij te eindigen, Maarten, daar vraagt het natuurlijk om hetzelfde. Ook om de durf, ook om die verdere blik in de toekomst. Dus hoe kan je innovatie en ontwikkelingen uit het verleden doorrekenen naar de toekomst? Ook in je planbureau-ideeën. Maar ook hoe kun je in je toekomstvoorspellingen al rekening houden met dingen die we nu nog niet weten, maar die wel gaan komen. En wat voor invloed heeft dat dan op onze plannen? Zodat we niet alleen kijken naar ons huidig beleid en daar de tips op krijgen, maar bijna nog uitgedaagd worden om nog een stap verder te maken dan alleen dat. Dat is toch een leuke uitdaging, lijkt me. Dames en heren, de wereld verandert. Hoe gaan we ermee om? Verschillen en onzekerheden die kunnen verlammen, maar ze scheppen ook ruimte voor nieuwe inzichten en voor een sprong in het diepe. En ik denk dat dat is wat onze leefomgeving nodig heeft. En mijn uitdaging aan u is om dat te doen wat nodig is. Anticipeer op die nieuwe steden. Zorg dat u daar al rekening mee houdt, dat u er plannen voor maakt, dat u eigenlijk zorgt dat het gaat gebeuren. En laat iconen achter die leefomgeving ook mooier maken. En uiteindelijk realiseer je alleen maar iets als je het echt wil, als je een droom hebt waar je tanden in kunt zetten. En hoe die wereld eruit gaat zien over 100 jaar en hoe uw droom is en of die nog weer verschilt van de mijne, ik weet het niet. Maar we kunnen het wel verkennen, dat gaan we vanavond ook doen, maar we kunnen het vooral ook mooier en beter maken. En dat kunnen we nu al doen. Dank u wel.